Hoi allemaal en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik zit in de auto en zoals jullie al in de titel hebben kunnen lezen, ben ik onderweg naar Ezra. En het wordt echt een superleuke dag, het zonnetje schijnt. Vanmorgen gingen mijn eigen paarden heel goed, dus ik heb een supergoeie bui. De navigatie geeft aan dat ik er over een uurtje ben. Heel knap van mij, maar ik ben precies op tijd. Dus ik ga eerst even zorgen dat ik daar veilig aankom en dan ga ik jullie alles vertellen en natuurlijk alles laten zien. Dus wil je nou niks missen, dan moet je natuurlijk goed blijven kijken. En nou ja, ik ga eventjes auto rijden en dan tot zo. Ik ben er nu. Ik werd verwelkomd door een hele lieve, maar heel erg blaffende hond. Ze wonen hier al echt super, super mooi. Ik ga even een klein introotje houden, want het is misschien wel leuk om te vertellen. Ezra en ik kennen elkaar nu dik een half jaar, denk ik. Zo, ik heb het warm. Het is echt een sauna hier binnen. Maar ja, we kennen elkaar nu dik een half jaar en het contact is eigenlijk altijd heel erg leuk geweest. Wij hebben elkaar leren kennen eigenlijk door mijn Grand Prix paard Azuro. En dat was zo. Zij zocht een paard wat minimaal ZZ licht kon lopen voor haar orenexamen. En daar vroeg ze eigenlijk op Facebook omdat haar paard Halloween nog niet zo hoog geclasseerd was. Want dat is een jong paard en zij moest minimaal ZZ licht paard rijden op haar examen. Dus ik had een bericht gestuurd, joh, Ezra, jij kent mij niet, ik ken jou niet, maar zou je het fijn vinden om Azuro te lenen voor je examen, zodat je toch je examen kan doen? Toen zei ze, ja, super fijn, ik wil wel een keer komen oefenen, want zij is natuurlijk gevallen van de paard, dus zij heeft wel echt een betrouwbaar paard nodig. Dus zij kwam bij mij een keertje Azuro rijden en het klikte heel erg leuk tussen ons en het klikte echt binnen een rondje met Azuro. En ze zei al eigenlijk van, ja, normaal heb ik dit nooit met een paard dat gelijk klikt. Maar ja, dat was dus echt super leuk. Ik krijg een berichtje, misschien is het Ezra. Nee. Ze is in die tussentijd nog een keer komen oefenen. En heeft ze het examen gereden op Azuro. Daarna was Paardenpraat TV fanclubdag. En heb ik daar Diano gereden. En zij heeft onder begeleiding van mij een beetje lesgeven, een beetje dingetjes laten zien. Azuro ook een demo gereden. Dat was ook echt super, super leuk. Maar toen was natuurlijk de vraag, joh, Daan, wanneer kom je nou een keer op Halloween rijden? Dat is dus vandaag. En ik sta hier een beetje te wachten. Er komt nog niemand, dus ik ga denk ik heel eventjes S bellen. Dus, en dan gaan we vandaag Halloween rijden. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel spannend. Ik ben niet bang, maar ik vind het wel een klein beetje spannend om gewoon altijd op een vreemd paard te gaan zitten. Maar Halloween is super braaf. Ik heb hem overal gezien en hij loopt overal doorheen. Zelfs met publiek en klappende mensen. Applaus en zo. Dus, oh, hij staat op de auto. Ik hoorde al dat ze de thee had klaarstaan. Ezra en ik noemen dat uienzeik. Dat is echt thee, water. En dan gewoon één keer zo of twee keer zo je zakje erin. En dat het super licht is. Maar dat stond al klaar, zei ze. Maar dan neemt ze nu op. Ik zat een super lang intro te doen in de auto. Ja, want weet je wat het was? Samson die blaft altijd als het hek open gaat. En hier in de voorkamer zit een raam. En als ik zo schuin uit het raam kijk, dan kan ik zien of het hek open gaat. En ik zag dat het hek open stond. Dus ik wist dat je er aankwam. Ja, ja, ja. Maar je kwam niet eraan. Ja, maar ik weet toch niet waar ik heen moet. Vreemd. Ik weet helemaal niet waar ik heen moet. Ja, ik heb je alvast een beetje voorgesteld. Maar jij bent multitasker, jij kan alles. Ja. Dus je kan lesgeven, paardrijden, wedstrijd rijden,
vloggen, video's maken voor Paardpraat TV natuurlijk. Ik ga ook nog naar school officieel. Officieel gaat ze nog naar school. Ze runt samen met de moeder een dressuurstal. En je doet tegenwoordig een beetje spreken en zo. Hoe het gaat in de media en doen. En dan is ze ook totaal niet verlegen. Dan zie ik echt zo, hoe krijg je dat eruit? Maar, vroeger was ze wel heel erg verlegen. Komt vanzelf goed. Komt vanzelf goed. Maar dames en heren, Esra. En Halloween staat ook al klaar. Es, ik heb een cadeautje voor jou. Heb jij een cadeautje voor mij? Ja. Wat dan? Nou, ik ga het pakken, ja. En misschien kunnen we het gelijk vandaag al gebruiken. Oh. Ik zal beginnen eerst met dit. Wat is dat? Lekker. Het is echt heel lekker. Echt heel lekker. Oh. Dus misschien kan je hem als we klaar zijn openmaken. Dan nemen we er eentje. Ja. Eentje dan heb ik nog een... Ja. Eentje voor mij. Ik ben aan de lijn, hè? Oh, ik niet. Ik heb nog een cadeautje voor je. Echt heel leuk. Wat dan? Van de Horse Fit Shop. Wat is dat? Shine spray. Oeh. Shiny, shiny. Dat werkt wel volgens mij. Ja, mooi, hè? Ja. Er staat op. Even kijken hoor. Schudden voor gebruik. Ontwart de haren. Maakt soepel en zacht. En geeft velafstotende werking. Nou. En volume en een mooie glans. Maar cadeautje een beetje voor jullie. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan heb ik nog deze. Dat ene was voor jou. Deze voor jullie allebei. Ik heb nog iets. Dat is voor Halloween. Oh, jij krijgt ook een cadeautje. En je gaat echt lachen. Maar ik ben weer creatief geweest. Wow. Oh, dat is cool. Kijken. Wow. Kijk eens. Dan kan je zijn box hangen en dan is hij lekker bezig. Ga ik hem straks even ophangen. Even goed onthouden, hè, dat je die van mij hebt gekregen. Maar kijk, ik wist niet of hij het lustte. Oh, hij lust alles. Maar er zat ook een mandarijntje bij, maar die is gesneuveld. Oh, die eet hij misschien wel zo op. Ik weet niet of vindt hij dat lekker? Lust, weet ik niet. Maar ik vond het wel voor... Algemeen eet hij alles. Kijk eens. Maar aangezien ik al helemaal in de startblok sta, jij niet... Betekent dat jij niet gaat doen? Jij gaat de spits afbijten. Ga ik er gelijk op? Ja, jij gaat de spits afbijten, heb ik besloten. Er zit een gat in je dingen hier. Nee, weet je wat er is? Kijk, je kunt deze... Dat is niet een gat, je kunt het eraf ritsen. Dan kun je er een body warmer van maken. Maar heel veel mensen maar waarom doe je stangentrens in? Omdat hij nu groter zuurpaard wordt. Hij is nu groter zuurpaard. Dus ik word echt gewoon compleet in diep gegooid. Ja. Kijk, er blij zijn, dan is ze blij hoor. Het is een challenge. Dat denk ik bij jou toch ook niet? Nee, maar jongens, ik zal even, dat is ook even voor Danielle de geruststelling. Halloween is nu, wordt dit jaar 6. En we hebben hem gekocht toen hij 4 was. En een beetje als projectpaard, want Halloween is niet een dressuurpaard met hele goede dressuurouders, maar is een gelder. Dat betekent dat hij een beetje groot is en een beetje, nou ja, soms een beetje... Lomp. Maar hij is heel braaf. Hij is heel lief. Hij doet nooit bokken of stijgen. Echt nooit. En hij wil altijd heel graag heel hard werken. Hij heeft het liefst dat je er 3 uur op gaat rijden. Dat vindt hij het allerleukst. Ja, trouwens, zal ik mijn jasje maar gelijk uitdoen? Ja, misschien wel een goed idee. Want je krijgt nog deze wel heen. Ik ben natuurlijk alleen maar buitenbak gewend, dus ik heb... 3 paar jassen bij me. Oh, ik ben ook weer nee, ik blijf wel binnen. Ik geniet even van het binnen zijn. Oké, ik ben nu even met de camera van Danielle. Waar is ze? Wacht, waar is ze? Waar is ze? Ja, daar is ze. Zit er nu op. Daar zo. Hii, zo grappig. Oh, ze draaft al. Nou, ik ga even lekker hier zitten en dan ga ik lekker kijken naar hoe het gaat en zo. En ja, dit is echt heel fascinerend. Ik ben nu met allebei de camera's aan het filmen, jongens. Die van Danielle en die van mezelf.
Oké, ze is nu een beetje aan het uitproberen. Zo'n beetje aan het prutsen. Want altijd als je op een nieuw... Tenminste, ik heb altijd als ik op een nieuw paard zit, dan moet ik eerst even een beetje prutsen en een beetje proberen en een beetje dingen ze. Ze is even aan het galopperen. En Halloweenie heeft laatst geleerd hoe die uitgestrekte galop moet doen. En hij vindt dat heel leuk. Hij vindt het een hele leuke oefening. En nu wil hij dus iedere keer heel hard. Het liefst als je op de lange zijde gaat, dan wil hij gelijk al inzetten en gaan. Maar dat is niet altijd de bedoeling. Dus er moet nog een heel klein beetje betere rem opkomen. Maar hij is heel lief. Meenemen? Ja. Ja, meenemen. Inpakken. Inpakken met een strikje erom. Als ik nou zijn pootjes opvouw, kan ik hem zo op de achterbank van je auto schuiven. Ja, hij deed het! Ja! Wow! Oh, hij komt gelijk. Hij komt gelijk. Kijk, hij komt gelijk. Hallo, jongen. Hallo. Ja, die was goed. Hallo. Wow, hij wordt dressuurpaard. Kijk, hij kijkt ook heel trots in de spiegel daar aan de overkant. Als ik een box over zou hebben, dan zou ik hem meenemen. We doen even duo vloggen. Oh, ik vind het niet. Maar ik heb echt heerlijk gereden. Ik moet zeggen, het past me wel. Ja, maar jij hebt altijd... Kijk, Danielle is niet zo groot. Ze zegt, Danielle is niet zo groot. Ik ben ook niet zo groot. Ik heb hele grote paarden. En die ook heel erg veel kracht hebben. Echt die power. Want Cento van mij is een halve tuiger. Echt 50-50. Dus de power die hij heeft, echt dat ja, halve tuiger. Dus ik ben dat gewend. Dus ik ging zitten en na een half rondje zei ik van, oh, dit past mij wel. Sst. Halloween niet doorvertellen, maar het ligt hier niet voor niks. Ik heb een idee. Nou. Ben je in voor een challenge? Altijd, elke dag. Altijd, zegt ze. Weet wat je zegt, hè? De bandages zitten er nog om. Tenzij de challenge is te maken heeft met autorijden of inparkeren, dan sla ik af. Nou, dan doen we dat nog niet. Maar de bandages gaan we er afhalen. Durf je de challenge met me wie aan wie het snelst kan. Is? Wie het snelst kan. Okay. Wacht, ja, ik gaan we zo. Blijft het zo snel? Ja. Wacht even, doe het één keer voor elkaar aanstoten. Ja, ja. Dat geeft niet. Dat, okay. Dat is ook een beetje een gevecht. Oké. 3, 2, 1. Nee, dat is niet eerlijk. Nee. Oh nee, ik zit in de knoop. Ah. Ja, oké. Dit was niet eerlijk. Ja. Nou ja, nou, ik heb wel gewonnen. Je hebt gewonnen. Yay. Okay. Wacht even, er nog van. En hij heeft ook nog achterbenen. Nee, je hebt gewoon verloren. Ik wil een tweede kans. Oké, jij mag aftellen. 3, 2, 1. Nee, 1-1. Oké, we houden het erbij. Ja, is moeilijk hè, als het beweegt. Moeilijk hè, als het beweegt. We hebben een thee staan. En wij noemen dit geen thee. We doen weer duo vlog. Wij noemen dit uilenzeik. Dus wij drinken nu heerlijk een kopje uilenzeik. En weet je hoe dat gaat? Ja. Ik zei één keer dippen of twee keer dippen en uit. Dus Dan gaat hij zo. Moet je wel. Ja. 1, 2. Nou, eigenlijk is hij zo wel goed. Jij ook? Ja, doe maar. 1, 2 en een half. Kijk, want dan is het ook echt. Het is nu gewoon echt. Ja, uilenzeik. Proost. En dit is gewoon... We gaan afscheid nemen van elkaar. Ja. Ja, het was super gezellig en super leuk. Ja, het ging ook heel goed. En het is echt waar, jongens, als je een paard hebt, laat een keer je instructeur of iemand, of Danielle, of iemand die heel goed kan rijden, erop rijden. En dan moet je gewoon kijken, want het is echt heel leerzaam. Want je weet dat er dan een bepaald probleem is of iets wat je moeilijk vindt. En dan kan je zien hoe iemand anders het oplost. Ja, ik ben heel jaloers, want Danielle kan opstappen en wegrijden. Het maakt niet uit. Ja, maar dat was ook al bij Azuro met jou. Toen zei ik ook wel, oké, dit is echt opstappen, wegrijden. Dus misschien hebben wij een beetje dezelfde feeling zo. Maar ik vond het super leuk. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ga je gedag zeggen. Ook ook. En tot heel snel. Tot snel. Doei. Doei.